Wat wil je drinken? Kom minder, maar weer eens. Blond? Proost. Proost, jongen. Neres en Ziyech. Ja. Na een doelpunt tegen Willem II. Kunnen wij dat, hè? Je moet korter bij, je moet korter bij elkaar, Aad. Oh man, ik wil heel graag doen. Het is verschrikkelijk als je zo... Dit ging vlekkeloos. Doelpunt 4, toch? De volgende uitdaging, dit is de Onana Challenge. Onana heeft Dit moeten we kunnen, dit kan, toch? Kan, ja, binnenkant, maar, binnenkant, nog een keer binnenkant, nog een keer binnenkant, binnenkant, binnenkant. Hier wordt het toch wat ingewikkelder. Ja. Hey, hier, zo doe je. Nee, je moet niet omdraaien. Je ziet zo'n nergens omdraaien. Nee, ja, je schopt me drie keer op mijn schenen. Ja, ik vond het een hele goede poging. Hey. Ja. Met je Ja, Wout, hebben we over het ontslag van je Jan, trainer van jouw van mijn clubpie. Jan mag je noemen. Ja. Jor. Maar Roelof de Vries, de journalist van Omroep Friesland, die had hem even gesproken. Hij wilde niet voor de camera verschijnen, maar had wel een quoteje nog van Olderik Rink. Daarvan dacht ik van, het is echt heel erg terecht dat jij eruit legt natuurlijk. Nou, het ging niet zo goed en dat gaf hij zelf ook al aan. Hè. De laatste vier wedstrijden waren heel slecht. En hoe dat dan kan, als een fiets omwaait door de wind, dan weet je dat het door de wind komt. Maar waarom we nu zo slecht voor staan, geen idee. Is hij het tekstschrijver van Bluff. Kees Rosemond, wie beslist dat eigenlijk, dat hij eruit moet? Ja, Kees waarschijnlijk. Die beslist alles. Ja. Die zal binnenkort wel de hoofdtrainer worden, denk ik. Ja. Nieuwe trainer, Kees Rosemond. Ja. Nou, gaat hij het goed doen? Spits, in de spits, Kees Rosemond. Ja. Tegen FC Groningen, wat verwacht je? Een schokeffect ook? Het zou zondag... Nou ja, nee, dat wordt 0-0, want ik was ook bij Groningen Excelsior. Dat was ook echt een verschrikkelijke kutwedstrijd. Zullen wij wedden? Zullen we een keer wedden, Aad? Ja. Waar wil je om wedden? Ik wil weer een pet. Ja, maar ik krijg ook pet als het als er wel wordt gescoord. Nee, krijg je van mij een petje. Oké, nou, deal. Ja. Oké. Okay. Ja, maar de kans is groot dat het saai wordt. En dan kunnen de supporters eventueel iets anders gaan doen. Heerenveen is natuurlijk ook een gracht. Ja. En bij Sassuolo... Dat zeg je wel met een prachtige Italiaanse accent. Ja, Sassuolo. Sassuolo. Ja, die had zo'n visje. Ja. Ja. 0-0, denk jij? Nou, ik denk dan voor de vorm, omdat we een weddenschap dat er wel wordt gescoord. Oké, dus ik zeg 0-0 en jij zegt dat Kai Sierhuis in de 73ste minuut heen. We hebben al de hand geschud op dat er echt gescoord zou worden. Niet dat er gescoord zou worden, volgens mij. Maar dat kijk ik later nog even terug. We zien wel even. We zien wel even wat de stap was. Volgens mij heb ik... Dat zou een hele stomme bed voor mij zijn. Nou. Ja, maar die heb je wel, ja. FC Emmen, die vechten natuurlijk tegen degradatie. Ja. Hoge drukspuit. Dat vind ik altijd mooi. De hoge drukspuit is leuker dan het spel van de Heerenveen. Zeker. Oh, als er gewoon iemand in de gracht zou staan met een hoge drukspuit, heb ik 90 minuten lang plezier. Ja. Kijk, hij zet heel hoog druk. Ja. Nou, dat is niet best goed. Vind ik echt een goede grap. Ja, mooi. Ja, FC Emmen gaan we het dus ook nog over hebben. Vechten tegen degradatie. Een degradatiespook in de strijd tegen degradatie. Ja, mooi. Dat is toch echt heel mooi. Dat is heel erg leuk. Met een logootje. We kunnen kijken wie erin blijft trouwens. Oh, oké. Ja, prima. Begin even bij NAC onderin. Nee, dat is een moeilijk programma. Zeker voor NAC. Excelsior krijgt een heel moeilijk programma, zie ik. Ze spelen tegen allemaal clubs die waarschijnlijk nog ergens om spelen. God, wat een goede analyse, man. Ja, dus dat is lastig. Graafschap heeft misschien nog iets lastiger. Maar jezus, dit is echt een analyse van niks. Nee, je zegt wel alles. Okay, maar je hebt gewoon de vijf slechtste clubs uit de Eredivisie in principe. Die hebben tegen iedereen lastig, blijkbaar weer, in mijn analyse. Maar FC Emmen niet, want die spelen nog tegen... Ja, maar serieus, die hebben echt wel het beste programma. Precies, ja. En die gaan van Groningen winnen thuis natuurlijk. Als het Emmen zo doorgaat, die gaan nog de play-offs voor... Europees voetbal. Die worden kampioen. Halen, ja. Als de rest allemaal punten aan leggen. Ja. Hup, Emmen. Nou. Dit is het plan. Lopers in Emmen opgepast. Agressieve Buizert heeft het op jullie voorzien. Nou, waar denk jij dan meteen aan? Oh, dan denk ik aan Aad de Mos. Ja, op de rembaan in de... Weet het? Ja, dus ik wou dat tweetje waar Aad de Mos... Die heeft jou geblokkeerd, hè, dus Twitter. Dus jij moet hem even opzoeken. Ben jij ooit aangevallen tijdens het hardlopen?
alsof jij, heb je ooit hard gelopen? Je hebt wel hard gelopen. Ik liep voor echt fietsen. Maar hardlopen, dat vind ik het meest verschrikkelijk. Mijn vriendin heeft net de halve marathon van Berlijn gedaan. Nou, wat voor tijd? 2:09. Nou, is toch hartstikke goed. Ja. Chapeau, chapeau, Caroline. Nou. En wat is jouw tijd op Alpe d'Huez? Want dat heb je dan op, met de fiets bij, aan je hand, heb je dat gedaan? Nee, nee, ik ben op de fiets gezeten. Alpe d'Huez. Wat was je tijd? 3:01. Ja, ik was net te dik en het was 40 graden, hè? Tuurlijk. Van toe was het 4:20. Met hulp van Michael Bogert. Ja. Caroline loopt 2 keer de halve marathon, ja, als jij 1 keer op de West opgaat. Ja, nee, je hebt van toe. 2 keer de halve marathon. Van dat toe. Is dus en het is precies even lang ongeveer, hè? Van toe en de halve marathon is even lang. Het komt even aan, hè? Dit. Ja, dat komt wel even aan, ja. Maar ik heb afgesproken af te gaan vallen. Gaan we hier een keer op de weegschaal staan? Over 2 maanden ben ik 5 kilo lichter. Dan neem ik volgende week even een weegschaal mee. En dan moet ik 2 maanden later 5 kilogram lichter zijn. Nou. Ja. Atemos buizen. Mijn jogging moet afbreken op de oors... Ja, ook mooi, hè? De hashtag die ik gebruik altijd. Aangevallen door... Punt. Hashtag buizen. Hashtag laagvliegende roofvogel. Mei is maand van de voortplanting. Wat heeft die voortplanting dan met daarmee te maken eigenlijk? Ik denk dat hij denkt dat buizerds een hele mooie, hele mooie man vinden. Ja, ja, maar nu word jij ook geblokt door Ademos. Of je wil, een buizerd heeft een nest nodig. Ja. En wat gebruik je voor een nest? Takjes en? Mos. En dat hij dat nodig had voor de voortplanting. Oh, heel mooi. Nou, zijn we er, denk ik. Jij volgende week op de weegschaal. Ja, oké. Ja,